Hallo, ik ga het in deze video eens hebben over de momentwet. De momentwet gaat natuurlijk over momenten, de naam zegt het al. En die, daar is een regel voor, en zo'n regel noemen we natuurlijk vaak een wet. Waar het over gaat is de situatie dat dingen niet bewegen, want dat is makkelijker, dus dat is fijn. Bovendien is het vaak zo dat je zegt, nou ik wil weten tot hoever kan ik gaan, zodat het nog net precies niet gaat bewegen. Want dan weet ik dat ik, als ik net iets meer doe dan dat, dan is dat genoeg om het in beweging te zetten. Als ik bijvoorbeeld een deur wil openbreken met een breekijzer, dan is de vraag hoeveel moment moet ik op die deur uitoefenen om hem open te krijgen. Nou, misschien heb ik om een of andere reden uitgevonden dat ik weet hoeveel dat is. Of ik weet vergelijkbare dingen, dat ik zeg van nou, dit is het moment dat ik nodig heb om een kleinere deur open te krijgen, of zelfs een grotere, dan kan ik bedenken, nou als ik zoveel moment heb, dan is het in elk geval wel genoeg. dus dat is wel nuttig. Voor ons is het ook zinnig om te kijken gewoon naar de situatie, omdat het makkelijker is. Als het niet beweegt, dan blijft het allemaal wat eenvoudiger en dat is fijn, want dat is makkelijker voor het leren. Dan kunnen we later die beweging nog aan toevoegen. In dit geval hebben we hier eerder al gezien. We hadden hier een kracht van 0,5 newton. En die werkt op een afstand van 12 centimeter. Dus het was een moment van 12 keer 0,5 is 6 newton centimeter. Hier hebben we een kracht van 1 newton op een afstand van 6 centimeter. Dus dat is een moment van 6 keer 1 is ook 6 newton centimeter. Nou, ik zei toen al, dat is niet helemaal toevallig, dat die twee precies gelijk zijn, want hij is in evenwicht zoals je ziet, hij gaat niet draaien. Dus, hoe zit dat? Die momentwet, wat hij eigenlijk zegt, is dat de momenten in evenwicht moeten zijn om het hele ding in evenwicht te hebben. Klinkt logisch, maar we hebben dat opgeschreven als een rekensommetje. En dat vinden sommige mensen dan weer wat ingewikkelder uitzien, dus daarom even wat uitleg. We kijken naar de momenten van, die erop werken en we kijken naar momenten die het ding linksom zouden willen laten draaien en ook momenten die het ding rechtsom zouden willen laten draaien. Ja, dus de momenten die hem linksom willen laten draaien is deze in dit geval, dus maar eentje. Kracht omlaag, die wil hem zo linksom laten draaien, terwijl deze kant, daar is ook maar één, dat is een kracht. Ook weer omlaag, maar die willen dus de andere kant op laten draaien. Nou, de vraag is dan, wie zou er winnen? Welke kant gaat hij op draaien? De momentenwet zegt, het is gelijk spel. Hij komt niet in beweging, ze heffen elkaar precies op. Op het moment dat de momenten die hem de ene kant op willen laten draaien, even groot zijn als de momenten de andere kant op. Dus het gaat niet om de krachten, maar om de momenten. Daar heb je die krachten natuurlijk wel weer bij nodig. Dus grotere krachten leiden tot grotere momenten en daardoor betekende dat die meer kans hebben om te winnen, zou ik maar zeggen, in het laten draaien van dit ding. Nou, in dit geval hebben we maar twee krachten, dus elke kant op één. Maar ik kan er natuurlijk nog wat aan toevoegen. Als ik hier zo een ding aan toevoeg, dan zie je deze kant is nu zwaarder geworden. Dus die kracht is vergroot, die is nu ook 1 newton geworden, want elk blokje had een half newton aan zwaartekracht. Dus dit is 1 newton omlaag, hier ook 1 newton. Maar deze arm is een stuk groter dan deze arm. Dus nu is het moment hier is groter. Als er dan verder niks zou zijn, zou die dus inderdaad die kant op gaan draaien. Maar er is nog een kracht, want ik hou mijn vinger hierop. Dus ik duw met mijn vinger het ding hier omlaag. En dat hoe hard ik duw, kan ik zo niet meten, maar dat heeft natuurlijk te maken met die afstand hier. Want blijkbaar, omdat hij niet gaat draaien, betekent dat dat ik precies evenveel moment weer die kant op lever, als dat het extra gewicht hier die kant op aan het leveren was. Dan heb ik nu dus hier een kracht van 1 newton, hier een kracht van 1 newton, en hier nog een kracht die net groot genoeg is, te zorgen dat het totale moment weer hetzelfde is. Nou, dat kan ook andere kant op. Ik kan mijn hand ook hier houden. Dan heb ik dus een kracht aan deze kant, die is omhoog. Hier een kracht omlaag, dus deze die wil hem graag linksom laten draaien. Deze hier wil hem rechtsom laten draaien. En deze, omdat die kracht omhoog is, wil hem ook rechtsom laten draaien.
Dus deze twee werken samen, die tel je bij elkaar op. En deze, die werkt in zijn eentje en die staat aan de andere kant. Dus we kijken deze twee samen, die zijn blijkbaar even groot als deze in zijn eentje. Want zoals je ziet, gaat hij niet draaien. Dat is de momentwet, hij is in evenwicht. Dus de momenten die hem linksom willen laten draaien, even groot zijn als de momenten die hem rechtsom willen laten draaien. En al die momenten tel je dan gewoon bij elkaar op. Vaak heb je er maar eentje, maar soms heb je er meer. Nou ja, optellen. Dat heb je op de basisschool geleerd, dus dat komt ongetwijfeld goed. Kijken of hij nog in evenwicht is. Zo waar. Nou, dat was het verhaal over de momentwet. Ik hoop dat het duidelijk was.